Ja, chefs, ik zie hier weer al een paar dingen op tafel staan. Het wordt een hoofdgerechtje om vingers en duimen van af te likken. Als je houdt van lamsvlees, ja, vast en zeker. Een beetje peuzelwerk ook, hè? Ja, dat gaat heel goed meevallen. Ik kan dat er redelijk mooi afsnijden, maar het komt allemaal dik in orde. Oké, ga jullie gaan. En ondertussen noteert hij al een mooi. Absoluut. En dat is in dit geval niet onbelangrijk, want het is redelijk. Ik ga het eerst even uitleggen. Ja. Het is complex. Boah, het is iets moeilijker dan andere hoofdgerechten. Wat gaan we doen? We gaan die even aankleuren zo meteen in de pan. En we gaan daar rond een jasje maken van volkoren broodjes, van die Zweedse bootjes. Hè. Dat zou ook met oud brood kunnen enzovoort. Maar dat geeft wel een hele lekkere korrel. Zeer, We doen er wat honing bij, we doen er goed wat look bij, maar echt goed wat look. We doen er mosterd bij, we doen er wat rozemarijn bij in de blender. En nadat het aangekleurd is, gaan we dat dan mooi inpakken. En zo de oven in. We gaan daar aardappeltjes bij maken, maar niet zomaar aardappeltjes. We hebben aardappeltjes en contékaas die we met wat pesto gaan mengen in zo'n potje. En zo in de oven. En we gaan er dan straks nog een beetje van die jonge spinazieblaadjes met een heel klein beetje look. En laatste moment. Ja, voilà. Chef, als jij begint met het bruin van lamsvlees, niet te veel, want lamsvlees mag altijd een beetje rosé zijn. En omdat het toch nog wel even in de oven gaat, omdat dat een korstje moet krijgen, is het alleen voor de smaak dat het eventjes kork. En meer niet. Okay. Ik ga ondertussen hier in zo'n potje een mengeling maken van aardappeltjes, van contékaas, dat is een beetje pesto dat we er gaan bij doen. God, dat hebben we voorhand gemaakt, we hebben al zoveel pesto gemaakt deze week. Aardappeltjes, mooi erbij. En de kaas erbij. Hoppa. En dan moet je eigenlijk wel een beetje op voorhand maken. Want die aardappeltjes zijn twee mogelijkheden. Ofwel steam je de aardappeltjes heel even op voorhand. Dat is wel een goede manier om het te doen. Ofwel zet je het gewoon lang genoeg in de oven. Een beetje pesto erbij. En dat gaat allemaal wat lekker in elkaar smelten, die aardappeltjes. En voilà, dat potje zal dat goed vullen. Want dat is wel een redelijk groot potje. Het is voor de goede eter dat we dit aan het maken zijn. Voilà. En dat mag alvast in de oven? Gaat dat alvast in de oven in, want dat gaat er, zoals ik zei, ik ga nog een beetje kaas bij doen. Dat hier bovenaan, dat het dan een beetje erin smelt. Zo. En voilà. En dat zou goed moeten zijn. Dat mag alvast in de oven in. Die pesto. Dan gaan we dat hier een beetje gaan maken. Onze paat die daar rond gaat zitten. Ik ga dat er al een beetje in verkruimelen hier, dat Zweeds broodje. Dan maakt het al wat makkelijker zo meteen. Voilà. We doen er wat rozemarijn bij. Ja, dat zijn allemaal lekkere smaken samen. Hè. Dat gaat toch een beetje werk zijn. Mag ik het hierop leggen? Ja, mocht je het daarop leggen. Een beetje honing mocht je er al bij doen. Voilà. Dat is echt stop. Goed wat honing bij. Ja. Want dan die mosterd en zo erbij. Hoppa. Zo. En kijk eens hoeveel look ik daarbij doe. Olijfolie er ook bij, dat het wat een paad kan worden, want anders hebben we daar wel een probleem. Doet er goed maar wat mosterd bij. Echt, voilà. En ik denk dat we er nog heerlijk. En nog, gaat dat nog kunnen draaien op die manier? Of nog net? Ja? Geen probleem. Zo, voilà. Voilà. En dan gaan we daar mooi lekker goed in mixen. Ik ga dat lepeltje nemen, uiteindelijk hebben we toch redelijk wat mosterd. Kijk. Ho. Zie je dat? Dat is eigenlijk bijna een chocopasta. Echte pasta. Voilà, die aardappeltjes die in de oven zitten, we gaan heel eerlijk zijn, zo is dat toch wel 40 minuten. Zeker 40 minuten. We gaan ze op voorhand een klein beetje steamen. Dat is het makkelijkste, maar zo kan het ook. En dan zitten ze er wat langer in de oven. Ja, en nu gaan we ze mooi inpakken. Doe dat maar. Ik doe dat soms wel met mijn vingers, maar doe dat maar. Ja, mooi. Dat wordt echt een korstje dat daar een beetje gaat over. Ja. I love it. Dat moet dat niet zijn. En zo gaat dat de oven in. Hoe lang, chef? We gaan dat een minuutje of 5 geven, maximum. Ja, zoiets. Want het moet wel rosé blijven. Ja. 5 minuutjes, zoiets. Een minuutje of 5, maximum. Lekker rosé. Zo, chef, we zijn 5 minuutjes verder ongeveer voor het lamsvlees. Die aardappeltjes. Vlees is klaar. Is klaar. En dan gaan we het eruit halen. Is het warm? Super warm. Ja, maar dat is goed. Ja, dat is al. Dat is een beetje in elkaar gesmolten allemaal. Ruikt overheerlijk. Ja, toch wel, hè? En we gaan er een beetje jonge spinazie bij. Maar heel kort, hè? Hoeveel tijd hebben we daarvoor nodig? Enkele seconden is dat. Ja, dat is geen minuten, hè? Klein beetje olijfolie. Voilà, hè? Dat gaan we.
Ja, dat heeft niks nodig. Hè. Toch kruid gedaan een beetje? Ja, ja. Peper, zeker. Zout, nootmuskaat? Nee, geen nootmuskaat. Nee, geen nootmuskaat. Waarom? Omdat het te scherp maakt dan. Ja, en ik vind dat niet in deze combinatie hier. Niet nodig, ja. En ik vind ook... Het domineert heel vlug. En jongens, spinazie is fris, is vol van smaak. Met gelijk, en, absoluut. En we hebben dan ook... Normaal doe je dat ook snel met een beetje look. We hebben ja. dat nu ook niet meer overdrijven. We kunnen ook niet meer overdrijven, omdat hier best al... We hebben al de teentjes zijn er goed in gegaan. Ja. Voilà. Kijk eens. Voilà. En dan hebben we een spotje erbij met de hele toestand. Ga je erbij op borst zitten of ernaast? Maakt niet uit eigenlijk. Hè. Dus dat is het. Het is warm in elk geval. Gelukkig. Dus op dient gaat je wel een schaaltje. Oh, man. Maar het is ook een mond vol, hè? Want wat zeg ik nu allemaal? Lamskroontje met korst van graantjes, mosterd en honing. Jonge spinazie. Aardappeltjes met comté-kaas en rozemarijn, zoiets? Ja, ja. Kunt u ook geen omgekeerde volgorde? Nee, maar ik kan wel zeggen dat het met spaghetti is. Ah, kom, we gaan het er toch op zetten, dan voilà, klopt het zo. Bij het ziet er alweer heel lekker uit. Alsjeblieft.